Dit is het gebied waar het om gaat. De Oostelijke Langstraat aan beide kanten van de A59 tussen Den Bosch en Waalwijk. Er zijn heel veel plekken die op de schop gaan. Een voorbeeld: hier bij het Drongelenskanaal. Daar kun je goed zien wat er zowel op verkeers- als op natuurgebied gaat gebeuren. Achter mij zie je een brug die ondertussen is ondersteund met ijzeren pilaren, omdat hij gewoon versleten is. Hij is gewoon buiten zijn tijd gekomen. Tweede is dat we hier een ecopassage kunnen maken als we de brug iets langer maken. De regio is bereid daarvoor het mee te betalen. Als je hem iets langer maakt kun je een forse ecopassage van zuid naar noord hier realiseren. Er wordt zowel aan de wegen als aan de natuur gewerkt. We doen iets aan de ecologie, we doen iets aan de infrastructuur. Maar met name Rijkswaterstaat, zij zijn immers eigenaar van dit stuk traject. En er zitten negen op- en afritten op 20 kilometer. En wat wij nou graag als regio willen, is zorgen dat er fors aantal op- en afritten ervan afgaan. Dan we van negen naar vier. Ook bedrijven betalen graag mee om de projecten te realiseren. Een voordeel dat de bereikbaarheid heel beter is, dat de fietspaden komen. Dat de bereikbaarheid van de winkels uh, beter is. De bereikbaarheid naar de Efteling is beter. Ja, ik denk dat we dan wel goede stappen maken in deze regio. Omdat het over zoveel locaties en type werkzaamheden gaat, wordt er stevig samengewerkt door wel twintig organisaties. Daardoor kan het werk efficiënter en goedkoper worden uitgevoerd. Drie kwart van het geld wat we nodig hebben voor de infrastructuur, voor de ecologie, liggen in wezen al op tafel. En wat we nu willen is niet een redrace met het ministerie om de laatste centen van de minister op dit project te zetten. Nee, wat we willen is op een creatieve en een slimme manier het overheidsgeld wat voor beheer en onderhoud is, hier in dit gebied in te zetten. Ja, dat is, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Ik woon natuurlijk ook in deze regio. Dus ik weet heel goed zeg, in principe hoe belangrijk dat is. En dat is zeker ook voor onze mensen, niet alleen voor de mensen die bij ons werken, maar ook met de mensen die hier wonen. Dat dat een heel belangrijk onderdeel is. Ja, dat je hier toch, dat je hier fijn, en dat je veel mensen weer ook tegen elkaar zeggen ga in deze regio wonen natuurlijk hè. en dan is de kwaliteit zeg maar, van deze regio verbeteren we daar alleen maar mee en dat, dat heeft dit ook nodig.